Mijn naam is Patrick van der Vecht en ik ben gekleed in een jaren 30 pak. En dat komt omdat ik een hobby heb, levendige geschiedenis. Mijn interesses in de geschiedenis zijn van die aard dat ik dus terugduik in de tijd. En zo ben ik dus ook met de Tweede Wereldoorlog bezig. We staan hier nu aan de Westergracht bij de BAVO-school in Haarlem. En hier is het een en ander tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Laat ik eerst teruggaan naar 4 mei van dit jaar. De doodherdenking op de Rijksstraatweg bij het monument. Daar heb ik een man leren kennen, Chris Haan, die daar met een spandoek stond over 715 Haarlemse Joden. Op dat moment was voor mij nog niet bekend wat de geschiedenis precies was over de Haarlemse Joden. Wat ermee gebeurd is, de toedracht en noem maar op. Ik heb een gesprek met deze man gehad en dat heeft mijn interesse aangewakkerd en vandaar ben ik teruggedoken de geschiedenis in. Heb boeken doorgespit, bibliotheek bekeken. En zodoende ben ik op dit verhaal gestuurd. Vraag zich af, ja, Westergracht, BAVO-school, wat is daarmee aan de hand? Nou, laat ik u eerst vertellen, Haarlemse Joden, Tweede Wereldoorlog. Er is hier het een en ander gebeurd. Begin van de oorlog, Duitse Joden vluchten naar Nederland en zo ook een aantal die zich in Haarlem gevestigd hadden. Haarlem heeft een aantal van die Joden opgevangen. In Haarlem zelf waren niet erg veel Joden, zo'n 500-600 Joden waren toen bekend. En dat op een gegeven moment de Duitse inval hier in Nederland kwam, zijn er een aantal Joden geweest die geprobeerd hebben te vluchten uit Haarlem. Naar Engeland is niet gelukt, een aantal hebben zelfmoord gepleegd. En het overgrote deel van de Haarlemse Joden is eigenlijk gewoon in Haarlem gebleven. In 1941, begin 1941, werd de Haarlemse burgemeester, de heer De Vos van Steenwijk, werd afgezet en werd vervangen door een NSB-burgemeester, de heer S. Plekker. Zijn voorletters waren SLA en het werd al gauw verbasterd onder de Haarlemmers als slaap lekker. Deze burgemeester was de eerste eigenlijk in Nederland die al de maatregelen van de Duitsers invoerde. En Haarlem geniet de primeur dat delen van verboden voor Joden in openbare gelegenheden werd doorgevoerd. Haarlem was de eerste stad waarbij openbare gelegenheden verboden werd voor Joden. De nieuwe Haarlemse burgemeester, de NSB-burgemeester S. Plekker, stelde toen in 1941 dat openbare gelegenheden verboden werd voor Joden. En Haarlem was eigenlijk de eerste stad waarbij dit doorgevoerd werd. Maar het ging nog veel verder. Er werd een organisatie op poten gezet die in kaart moest brengen waar alle Haarlemse Joden woonden. Dus alle adressen van Haarlemse Joden werden genoteerd. En aan de hand van die lijsten kregen de Haarlemse Joden op 24 augustus 1942 kregen een brief thuis dat ze zich de volgende dag moesten melden hier aan de Westergracht bij de BAVO-school. Van die 650 Haarlemse Joden die dus op dat moment bekend waren en op die lijst stonden, zijn er slechts 149 verschenen. Dat vond de Duitse autoriteit dat te weinig en heeft daarna een razzia uitgevoerd. En heeft nog eens 30 Haarlemse Joden opgepakt en hier naar de BAVO-school toegevoerd. Dus bij elkaar zijn er 179 Haarlemse Joden op 25 augustus 1942 hier bij de BAVO-school verzameld. Daarna zijn de Haarlemse Joden doorgebracht naar het rangeerterrein hier verderop aan de Westergracht en zijn in speciale treinen vervoerd naar Westerbork. Bij Westerbork zijn er 110 van die 179 Haarlemse Joden zijn op. Spieken.
110 van die Haarlemse Joden, van de 179, zijn op 28 augustus vanuit Westerbork direct doorgebracht in veewagens van de spoorwegen naar Auschwitz. En in Auschwitz kwamen ze aan op 31 augustus en zijn direct naar de gaskamers doorgevoerd en daar vermoord. Dus vanuit Haarlem, van die 179 zijn er 110 naar Auschwitz gebracht en daar direct vermoord. De overige van de 650, die zijn in de loop der tijd, zijn er hier en daar een aantal opgepakt. En het overgrote deel kreeg op een gegeven moment een schrijver thuis dat ze binnen 5 dagen met een hele boeltje moesten verhuizen naar Amsterdam. Waar in Amsterdam inmiddels de Jodenwijk was samengesteld en alle Joden uit Nederland eigenlijk ondergebracht werden. En van daaruit zijn ze dan ook weer overgebracht naar de vernietigingskampen in Polen. We staan nu hier aan de Westergracht bij de BAVO-school en hier willen we graag terugkomen in de nacht van 25 op 26 augustus om een herdenkingswaken te houden voor die eerste Haarlemse Joden, die 179 Haarlemse Joden die van hieruit naar Westerbork en van daaruit naar de vernietigingskamp in Polen zijn gevoerd, om die te herdenken. Ik heb een kleinzoon van bijna 4. In de lijst van weggevoerde Joden staat ook een kind van 4 jaar. Nummer 434 van de 715. Hagenaar Betty. Woonachtig Vosmaarstraat 18 boven. Geboren 3 september 1938 in Haarlem. Overleden 12 oktober 1942. Bonowitz, dat is een onderdeel van Auschwitz.